Een paar weken geleden ben ik in de studio geweest en hebben we de nieuwe single opgenomen. En ook weer een single weer geschreven door Frans Bauer. En we gaan hem, als het goed is, aan het begin van de nieuwe maand gaan we hem uitbrengen. En dus eerst nog de videoclip opnemen en et cetera. Dus we gaan er nog vol tegenaan. Hoe gaat de nieuwe single heten? Amor, Amor. En wat maakt Frans nou zo goed als liedjeschrijver? Wat maakt hij nou zo goed? Ik denk dat... Hij is heel herkenbaar natuurlijk. Als je een liedje hoort, wat Frans heeft geschreven, is heel herkenbaar. Van, hey, dat herken je gelijk. En het is gewoon wat Frans schrijft, dat herkennen de mensen natuurlijk. En je kan het lekker meezingen. Dat is altijd wel fijn aan de teksten die Frans maakt. Ik schrijf zelf geen liedjes, anders had ik het zelf wel gedaan. Want kijk, iedereen wie een liedje kan schrijven, heb ik respect voor. Ik ken het zelf niet. Ik kom niet verder als twee regels. Dus ik bedoel, misschien ooit in de toekomst dat me gaat lukken. Maar het is voor mij wel een hele opgave om zoiets te doen. Dus ja. Is het iets wat je graag zou willen leren? Ja, dat wel. Het lijkt wel leuk om misschien wel over iets wat je hebt meegemaakt, iets zelf over te schrijven. Maar dat is wel lastig om dat in een goed passend verhaal te passen. Want het moet natuurlijk wel in het liedje passen. Maar Amor, Amor, als dat iets is wat je hebt meegemaakt, dan betekent dat je verliefd bent. Ja, klopt. Alleen de tekst heb ik natuurlijk zelf niet geschreven. Het was een leuke tekst, dus daarom heb ik het natuurlijk ook genomen. En het liedje zelf eromheen is leuk. En het is gewoon weer een leuk liedje met een verliefdheid een beetje weer. Ja, hoe zit het ermee? Ik heb tot nu toe nog geen vriendin. Maar goed, dat hoeft ook nog niet. Ik bedoel, gewoon richt op hetgeen wat ik nu graag doe. En daarna gaan we gewoon kijken we wel verder.